Een lastige uitwedstrijd voor Rijnsburgse boys. Ja, de vraag is inderdaad, hoe lang werkt dat tikkie na dat ze kregen in Nijkerk na die nederlaag tegen Sparta Nijkerk? Ja, het liefst niet al te lang, want als Rijnsburgse boys wint hier in Harkema, dan zijn ze de koploper in de topklasse. Jeffrey Winter, ja, had graag de bal willen hebben, kreeg hem niet. Harkemaanse boys met een prachtige tegenstoot. Met Schokker. 1-op-1 met Orlowski. En de treffer. Is de wedstrijd iets meer dan 10 minuten oud. En Oebele Schokker maakt er 1-0 van. Randje buitenspel. Maar de vlag blijft naar beneden. En dat is weer een mentale tik voor Rijnsburgse boys. Ze kwamen hier eigenlijk om wat goed te maken. Maar voorlopig staan ze achter. Barto. Barto, kan die het ook doen? Oh jee. Dan is het 2-0. Martijn Barto, de man die volgend seizoen bij Cambuur Leeuwarden speelt. In het betaalde voetbal dus. Maakt er 2-0 voor de Vriezen. Hij doet het keurig. Wat een domper voor Rijnsburgse boys. Oosterlee is boos. Hij zegt, dit is buitenspel, vriend. Maar in de herhaling blijkt dat het zeker geen buitenspel is. En dus heeft Rijnsburg een flinke klus. 2-0 achterstand in de eerste helft al. Sardar. Lastige terugspeelbal. Maar ja, terugspeelbal is het niet. En Schokker kan er weer vandoor. Schokker met Orlowski. Schokker houdt het overzicht. Ja. ABC. 3-0. En is de wedstrijd nog geen half uur oud. Slordig balverlies. Wordt genadeloos afgestraft. En dan belooft het een pittige middag te worden. Hoekschop van Winter. En daar is Koelman. Opslag van rust. En is er dan weer hoop? Het is in ieder geval de eerste treffer van Joost Koelman, hoe gek dat ook klinkt, in de topklasse. En misschien wel een belangrijke voor Rijnsburgse boys. 3-1 de voorsprong. Voor Harkema dus. In de tweede helft. Met nieuwe namen bij Rijnsburg. Van Beuningen, Kolder en Seelen. En zij vervangen Breinburg, Van der Vijver en Dennis Groot. Vrije trap Harkema. Met gevaar en de redding. Knappe redding van Tim Orlowski. De trap was van René van der Wij. Orlowski die trouwens zijn 150ste competitiewedstrijd speelt voor Rijnsburgse boys. Koelman, dit doet hij goed. Ja, Koelman schept zichzelf wat ruimte en maakt het af. 3-2. De aansluitingstreffer is daar. Binnen het kwartier in de tweede helft. En Koelman doet dat keurig hoor. Ja, zo scoor je heel lang niet. En zo maak je twee hele belangrijke voor Rijnsburg. Rijnsburg wordt beter en beter. Jeffrey Winter met ruimte en het schot. Maar de Vries staat op de goede plaats. Maar de kansen komen voor Rijnsburg. Seelen met de voorzet. Niemand kan erbij of toch. Gootjes met het overzicht. En Freken. In de korte hoek. Ja, het is een knappe goal hoor. En een belangrijke. 3-3. En dan kan je Rijnsburgse boys een dikke vette pluim geven. Want steeds weer op achterstand komen en nu gelijk staan. Dat is knap. Zit er nog meer in. Winter. Hij krult hem mooi om de muur. Maar niet scherp genoeg. 3-3. Erop en erover. Maar hou je hart vast daarachterin. Met Bishop. Via de paal. Oh nee. En dan is het weer de voorsprong voor de Vriezen. Harvey Bishop. Ja, die glimlach. Die zou ik ook hebben. Het schot is mooi hoor. Orlowski heeft het nakijken. En de voorsprong is er weer voor Harkemaanse boys. Wat een wedstrijd zeg. 7 doelpunten. En we hebben nog iets meer dan een kwartier te spelen. Koelman
op karakter. Dit is goed. Koelman met het overzicht en Winter. Nou, 4-4. Tjonge, jonge. Wat speelt die Koelman een belangrijke rol in dat elftal van Rijnsburgse boys. Hij maakt er zelf 2. En hier bereidt hij nummer 4 voor. De vierde treffer van Rijnsburgse boys. De gelijkmaker. En voelen ze nu dat ze er overheen kunnen? Is er nog tijd om er overheen te gaan? Dit is Gootjes. Staat nog droog. Gootjes doet het goed. Iets te ver door. Ja, en dan verzandt het allemaal in die rode muur. Maar wat een spanning daar. Ja, echt rustig blijven kijken is er niet bij. Als je je geld moet zetten op een winnaar, dan is dat toch zeker Rijnsburgse boys. Die verdienen het ook, zeker gezien de tweede helft. Dit is een afzwaaier van Kronen. Ja, het is lang geleden dat ze in de buurt van Orlovski kwamen. De verre trap. Hoe lang nog? De seconden tikken weg. Winter. Winter doet het handig of is het geluk? Maakt niet uit. Dit is goed. Sardar. En Gootjes. Oh. Het scheelt millimeters. En zo eindigt het in 4-4. Maar wat een spektakel. Kijk, als je met 3-0 achterkomt en het wordt uiteindelijk 4-4, waar we op de, ja, in de laatste seconde nog 5-4 kunnen maken, ja, dan is het wel een spektakel, denk ik zo. Ja, ik wou niet zeggen, wijs eens aan, hoe groot was de afstand van hem tot de bal? Nou, dat was wel millimeterwerk, die laatste seconde bedoel je. Ja, dat scheelde heel weinig. Dan ga je het gewoon echt net een centimeter erbij moeten hebben en dan lag je erin. Wat had je dan gedaan? Ja, dan was ik doorgelopen naar huis. Dat maakt me niet uit. Dan had ik niet eens met de bus gegaan.